beste YouTubers en YouTubies. Maak je maar geen zorgen, ik heb geen krukken. Men denkt daarentegen wel, die zit hier naast me en die heeft dus wel iets met zijn voetje gedaan. Oh. Ja, best wel, want het was Oké, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over, dit is mijn video die ik voor jullie maak, dus we hebben het over ons en niet over mijn neef. Oké, dus dat vindt mijn neef ervan. Mijn broertje is vandaag jarig. Ja, hij is niet jarig. Hij is morgen jarig op Werelddierendag. Dat wil vertellen dat we morgen allemaal onze huisdiertjes gaan verwennen. Ik heb geen diertjes. Ik heb een broertje die ik moet verwennen. En als jullie een broertje of zusje hebben die dan jarig is, dan moet je die ook verwennen. Net als een klein hondje, een aapje of een katje. Kan jij nou gewoon niet één keer even normaal doen dat ik gewoon kan opnemen? Ik wil vandaag dus gaan opnemen, maar dat lukt niet helemaal. Het hele huis zit vol met visite. Bla 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 bla. En dan kan ik steeds niet filmen. Ik ben ondertussen al 3 keer gestoord en mijn neef die staat hier te lachen als een klein kind in een schoolmeisje. En laat nu zijn krukken vallen. Wat is nu het moraal van het verhaal, Samir? Het gaat erom dat het morgen Werelddierendag is. Zorg dat je iets leuks doet voor je huisdiertjes. Koop een lekker bordje. Zorg dat je extra verwend speeltjes hebt. Oh god, dat klinkt ook wel een beetje fout. Maar jullie snappen wat ik bedoel voor de huisdieren natuurlijk. Want... En zoals ik altijd zeg, als mijn broertje jarig is, dan weet ik het weer. Hij is geboren op Werelddierendag en zijn gedrag is ook zo. Als je hem niet snapt, dan snap je hem niet. Snap je hem wel, dan snap je hem wel. Vlog on.